5, 4, 3, 2, 1, 0. We hebben in Hasselt de arm nog heel snel in elkaar moeten zetten met koolstofbandjes. Uh, om deze dan toch nog klaar te maken voor, uh, om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Maar uh, voor vandaag zit, zijn we veel beter voorbereid en zit alles fatsoenlijk vast en hebben betere componenten en onderdelen. Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van het gesprek tussen Siba, Andreas en Timo van FTC Team Green Robotics uit Bree in België. Mijn naam is Ronald Scheer van FRC Team Rembrandt uit Eindhoven en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar aflevering nummer 19 van de podcastserie van de First Tech Challenge Benelux. Wij zijn vandaag naar Bladel gekomen voor de tweede ronde van de First Tag Challenge, omdat we in Hassel door mochten. Wij zijn uh, namens Team Greenjacht Robotics hier. En uh, we zitten aan de tafel met uh, ikzelf, Andreas, Sibe en Timo. We zijn hier uh, zelf met een uh, groep van acht personen, want Greenjacht Robotics bestaat uit een groep van acht personen. Uh, we komen uit de uh, gelegen is een, uh, in Breen. We zijn in september van 2022 begonnen met bouwen, bij het begin van het uh, ja, Belgische schooljaar. We zijn eerst naar Hasselt geweest voor een, voor een algemene kennismaking en onze spullen op te halen. We hebben zelf uh, heel veel hulp gehad van de mensen van PXL Hasselt. Waar, uh, zonder hun waren wij zelf ook niet ver geraakt. We hadden, we hadden nog nooit uh, geprogrammeerd met Java, maar uh, de workshops die ze hebben georganiseerd die hebben ons ver verder geholpen. Uh, we hebben gekeken voor verschillende onderstellen voor de robot. Uiteindelijk zijn we voor een uh, breed onderstel gegaan, zodat hij ook horizontaal en verticaal kon bewegen. En daarna hebben we, als voor kegels op te pakken, een heftdrucksysteem uh, ontworpen. Voor het heftdrucksysteem gebruiken we 3D-printergeleiders uh, met een diameter van 16 mm. De, deze hebben we later. We in het begin hadden we uh, volstalen uh, geleiders, maar deze bleken toch wat zwaar te zijn. Daarna dus uh, hebben we later uh, aluminium geleidingen gedraaid. Onze ouders uh, staan er natuurlijk ook heel positief achter dat hun kinderen veel bijleren. Ja, mijn ouders vinden het persoonlijk heel leuk, want ik was niet heel zo heel technisch. En dit heb ik wel wat uh, best bijgeleerd, ook uh, het programmeergedeelte. We hebben in de voorbije jaren ook meegedaan aan de First Lego League. Uh, we hebben, in het begin waren we nog opgesplitst in twee verschillende klassen, maar uh, nu zitten we allemaal samen in één team. We hebben daar veel uh, goede ervaringen op gedaan. En uh, uh, vooral het beginnen met programmeren hebben we daar uh, goed uh, veel kennis kunnen opdoen. We hebben heel veel bijgeleerd gedurende de periode van de FTC. Maar Een van de beste leermomenten vind ik toch altijd dat we het programmeren we hadden. In het begin hadden we zo'n template van de site online. En dat heb ik dan een beetje ingevuld. En uh, tot dan zijn we echt uh, heel ver geraakt, eigenlijk. En dan hebben we ook nog uh, veel hulp gehad van een teamgenoot van ons. Ja, dus we werken samen met een ander team, 5 VVS Tissem. Dat is, uh, we zijn zeg maar één klas. En die klas is zeg maar opgedeeld in twee delen. En wij bestaan dan uit acht, en hun staan, we bestaan ook uit acht. En uh, ja, hun hebben ons heel veel geholpen. Of ja, Luca heeft ons veel geholpen met programmeren. We hebben ook een hoop sponsoren verzameld door Lars uit ons team. Onze hoofdsponsor is natuurlijk, het zit in onze naam, Greenyard Robotics. En nog talloze andere bedrijven hebben we nog veel gesponsord, die we op ons robot hebben geplakt en waar we ons heftrucksysteem mee kunnen betalen. Uh, vooral de geleiders, die pakten een heel groot deel uit ons budget. Uh, wij, Griar Robotics, zoals ik al vermeld had, bestaan uit acht personen. Ik, uh, ik Timo, um, dan Andreas, Siebe, Wout, Lasse, Lars en Jaro. Jaro, Lars, Wout en Lasse hebben ook een beetje meegeholpen aan het ontwerp zelf. Wout en ik hebben ook nog uh, in het begin vooral heel veel uh, het programmeergedeelte gedaan. We hebben een beetje onderzoek gedaan omdat, zeg maar, niemand van onze groep... Wist waar we aan moesten beginnen. Voor ons is het zeg maar, een heel nieuw uh, hoofdstuk waar we aan moesten werken. En dan Lars heeft uh, al onze sponsoren gevonden. En uh, daar zijn we ook heel dankbaar voor. Want zonder hun waren we hier helemaal niks. Ja, CB heeft natuurlijk. Uh, en uh, Frans William. Die zit ook bij ons in het team. Uh, die hebben het meeste aan de robot uh, gesleuteld. Het uh, heftrucksysteem helemaal geperfectioneerd. Tot in de laatste puntjes doen na. Dus nu werkt het bijna vlekkeloos. Uh, ik heb uh, vooral uh, het onderstel ineen geschroefd, Hoewel ik niet super handig ben. Maar, en ik heb ook een presentatie voorbereid. Onze eerste wedstrijd die vond plaats in uh, Hasselt. Daar hebben wij uh, toch een paar harde tegenslagen gehad. Want onze arm die, uh, die begaf het voordat we begonnen met uh, rijden. En uh, ja, toen hebben we op Hasselt nog best goed gepresteerd. We zijn uiteindelijk dertiende geworden. Dat was eigenlijk ook best goed, want we hadden er maar in totaal twee maanden gewerkt dan. Uh, ja. We hebben in Hasselt de arm nog heel snel in elkaar moeten zetten met kolsombandjes, uh, om deze dan toch nog klaar te maken voor, uh, om mee te kunnen doen aan de wedstrijd. Maar uh, voor vandaag zit, zijn we veel beter voorbereid en zit alles fatsoenlijk vast en hebben betere componenten en onderdelen. We hebben natuurlijk ook veel uh, steun gehad van onze leerkrachten. Ze hebben ons ook naar Hasselt gebracht met busjes en zo. Dus daar uh, zijn we al blij mee. Heel dankbaar voor hun hulp en inzet voor uh, ons team. Het vervoer dat we ook altijd naar de wedstrijden moesten, meestal ook uh, best grote afstanden afleggen. Want wij, wij zijn gevestigd dan in Bree. Uh, Hasselt viel dan nog mee, dat was maar een uh, kwartiertje of een half uur. Maar nu moeten we helemaal naar Bladel komen en dat is toch wel een uurtje rijden. En hebben we een, een busje gehuurd en dan zijn we zo met de hele groep naar hier gekomen. Uh, we hadden gelukkig al een beetje technische kennis uh, zoals het uh, tekenen in Inventor in en CAD-software, aangezien dat we industriële wetenschappen studeren op uh, Tissum en Bre. Uh, we hebben al uh, enkele jaren 3D-ontwerpen en uh, we hebben ook een uh, Try-and-Frees-afdeling op school die uh, ook onderdeel hebben kunnen maken van onze robot. Ja, zonder deze kennis waren we ook helemaal niet ver gekomen. Dus we zijn ook heel dankbaar voor onze school dat we dit kunnen studeren daar. Uh, om de geleiders vast te zetten hebben we aluminium platen gemaakt. Deze hebben ze CNC gevreesd. Uh, de deadline was heel kort, maar uh, dankzij enkele leerkrachten die wat overuren hebben geklopt, zijn ze dat toch op tijd afgeraakt. Uh, aangezien dat die stalen geleiders waar ik het al over had veel te zwaar waren, hebben we deze heeft een van onze teamleden deze thuis zelf getraind op uh, manueel op de draaibank? De riemschijven hadden we in het begin ook ge-3D-print, uh, PLA, maar deze bleek al snel niet echt concentrisch genoeg te zijn. Dus zijn deze ook uh, manueel gefreesd op een freesbank. Dus onze groep heeft heel hard gewerkt in de vakantie, want onze arm, we hadden eerst uh, vislijn gebruikt, maar die, die vislijn was niet heel sterk. Dus we zijn uh, overgegaan naar een. Met zo kort, en uh, die is stevig genoeg momenteel. Uh, het is natuurlijk niet de eerste keer dat wij aan een, een robotwedstrijd meedoen. We hebben drie jaar geleden ook al uh, meegenomen met de First Lego League. Waar we het vierde waren, denk ik. Anders mochten we de tweede ronde in Breda. Dat vond ik persoonlijk uh, heel leuk. En we hebben daar ook de Design Award gewonnen, dat was ook in Hasselt, die wedstrijd. Uh, wij Greenyard Robotics. Je kan altijd contact met ons opnemen. We zijn te volgen op Instagram onder de naam van underscore Robotics. Als je nog vragen hebt, kan je altijd een berichtje naar ons sturen via Instagram. We zijn blij om alle vragen te beantwoorden. Ja, wij gaan eh, zelfs weer naar de volgende wedstrijd, maar voor degene die geïnteresseerd is, um, je kan ons altijd vinden. Maandag vanmiddag en woensdag vanmiddag werken we altijd aan onze robot. In lokaal C108. Uh, ik wil u ook bedanken, Steven en Timo, voor deel te nemen aan dit gesprek. Ja, wij willen jou ook bedanken. Ja, heel erg bedankt voor uh, altijd te zorgen voor ambiance in die groep. <laughs> Geen probleem. Uh, en tot slot willen we ook de luisteraar bedanken. Vergeet ook niet te abonneren, want binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering aan.